Op deze één na laatste fietsdag voert de route van Estarega naar de Portugese stad Coimbra. Ik wil even hebben over de dag van gisteren. De meeste groepen hebben ontzettend veel kasseienstroken te verwerken gekregen. En dat betekende soms lopen, soms echt aanzetten en jezelf over de dode punten helpen. Niet iedereen had de route in één keer gevonden, waardoor we wat later aan de vieringen zijn begonnen. Er kwam nog bij dat Dom Jesus, de kerk zelf, vrij hoog lag. Dus er waren al 300 hoogtemeters te overwinnen voordat we boven waren. De viering zelf was heel ingetogen, en, tenminste in mijn beleving. En heel mooi. Uiteindelijk aan het einde van de viering werden armbandjes uitgedeeld, zodat iedereen een eigen armbandje kreeg. Met als tekst vrede en alle goeds. Dat is van Franciscus. Ja, vandaag was ten opzichte van de vorige dagen een makkie. Een beetje tussen de Veluwe en Zuid-Limburg in. En ook de wind was ons gunstig gezind en we hebben gewoon lekker gefietst. En vanavond dan is helemaal, wat mij betreft, altijd de mooiste avond. Want dan weet je gewoon dat je het gaat halen, dat er nog één dag te gaan is. Ik ga verwachtingsvol naar Fatima. De inspiratie voor vandaag komt uit West-Vleteren, uit de Sint-Sixtus-abdij. Daar wordt meer gedaan dan alleen maar het wereldberoemde bier gebrouwen, het trappistenbier van West-Vleteren. Daar woont en leeft Abt Manu, een wijs mens. Die abt zegt over roeping het volgende. Je krijgt geen roeping door een boek te lezen, maar door de bereidheid om verliefd te worden. Datzelfde geldt misschien ook voor op bedevaart gaan. Je kan er over lezen, nog meer over lezen. Uiteindelijk moet je het doen en word je verliefd op de weg. Wat is jouw levensweg?